Vrienden, welkom bij Harry 7. Ja. Heel veel vragen gekregen van jullie, hartstikke leuk. Maar ik wil eerst even beginnen met Feyenoord, jongens. Ja. Ik heb zitten kijken. Feyenoord ADO, hallo zeg. Ik weet niet, ik ken die jongens in Rotterdam. En die zeggen dan allemaal, ja, wel 3 punten en zo. Maar oh, dit is een camouflage, jongens, van slecht voetbal, hoor. Deze overwinning, ja, want dat Feyenoord in de eerste helft. Jongen, mijn Feyenoord hart. En dat weten jullie, ik heb een Feyenoord hartje. Die deed gewoon zeer, het doet gewoon pijn. En die pijn, daar zijn geen medicijnen tegen. Dat is ook het vervelende. Net als liefdesverdriet, daar zijn geen medicijnen voor. Dus ik zat daarnaar te kijken. Ik denk, ai. Ik bedoel, zoveel spelers niet in vorm. Ongelooflijk. Zelfs die Berghuis is niet in vorm. En die Linzen, wat denk je daar dan van? Nee, dat Feyenoord. En dan kregen ze ook nog eens een keer met mazzel een strafschop. Jongen. Wat, ik bedoel, hoe dat gebeurd is, onvoorstelbaar. En dan kon die scheidsrechter het ook nog terugkijken op zijn schermpje. En dan geeft hij toch nog een strafschop. Hoe is dat mogelijk? Ik bedoel, die Pinas, die arm van die jongen, die is echt tegen zijn lichaam aan. En hij wordt keihard ingeschoten, die bal. Dus tuurlijk draait die jongen weg en krijgt hij de bal hier boven op zijn arm. En dan geven we een strafschop. Beste mensen van de KNVB en van de VAR, jongens, hey, krijg die regels nou eens even goed onder controle. Want dit slaat werkelijk helemaal nergens op. Maar goed, Feyenoord was dus gewoon echt helemaal niet goed. En dat gaat dus, als Feyenoord zo blijft spelen, gaat dat dus binnenkort echt fout aflopen, hoor. Ja, let op, want nu speelden ze toevallig tegen ADO. Laten we zeggen dat ze tegen Vitesse hadden gemoeten. Dan had Feyenoord het echt niet gewonnen. Nee, want die wedstrijd heb ik ook gezien. Ajax-Vitesse. Vitesse speelde gewoon hartstikke leuk. Niks aan de hand. Die Tanane, hey, genieten geblazen. Gefeliciteerd met je prestatie, jonge Tanane. En Ajax, hey, ook heel erg leuk, Ajax. Weer. Met wat dacht je van zo'n Anthony en noem het allemaal maar op. En als je dan het verschil ziet tussen Ajax en Feyenoord. Jongens, daar zitten divisies tussen. Die zitten gewoon in een hele andere league, dat Ajax, ten opzichte van Feyenoord. En dan hebben ze het over Feyenoord is een titelkandidaat. Nou ja, hey, hallo. Tuurlijk niet. Tuurlijk is Feyenoord, en daar zit de pijn in mijn Feyenoord hartje. Tuurlijk is Feyenoord geen titelkandidaat. Nee. Nou goed, genoeg over Feyenoord en genoeg over Ajax. Ik ga even wat vragen behandelen. Ja, Ricky Peters, die heeft mij geschreven. En Ricky Peters die zegt, ja, Frank de Boer, waarom geven we Frank de Boer niet een kans? En waarom zouden we hem nu al afschieten? Luister, ik ga Frank de Boer niet al nu afschieten. Ricky, dat ga ik niet doen. Waarom zou ik? Ik bedoel, natuurlijk, ik wil hem ook best een kans geven. Alleen, ik heb gezegd, als je zo slecht gepresteerd hebt als Frank de Boer, dat is 1. Dan vind ik dat je niet in aanmerking komt voor bondscoach. Nee, want dat is een te belangrijke erebaan. Dat is 1. En 2, hij heeft de laatste jaren bij Ajax, zijn laatste 2 seizoenen, heeft hij gewoon heel verdedigend gespeeld. En hij legde dat uit op de persconferentie, Frank de Boer. Toen zei hij, ja, luister even goed, als voetballer heb ik dat nooit gedaan. Toen zocht ik altijd wel de diepte. Dat klopt, Frank. En dat zou je als coach ook moeten doen. Jij moet de diepte zoeken. Zorg voor die steekbal. Zorg voor aanvallend voetbal. En als Frank de Boer dat doet, dan is hij mijn man. Dan steun ik hem volkomen. Dus ik ga met Ricky mee. We gaan het voorlopig even aankijken. En we geven Frank de Boer een kans. Johan van de Perre. Hey Johan, hallo. Ja, jij vraagt aan mij. Wat vind je van die commissie Mijnals? Ja, vind je dat geen gezeur? Ik ben dat met jou eens, Johan. Ik vind dat
ook een beetje gezeur. Want waarom zou je gaan selecteren of waarom zou je een bondscoach gaan zoeken op huidskleur? Daar ben ik het ook niet mee eens. Waarom zou je een bondscoach gaan zoeken op huidskleur? Dat vind ik ook een beetje geneuzel. Dus ik ben dat wel met jou eens, Johan. Dat moeten ze ook helemaal niet doen. Nee, ik bedoel, je vraagt een kaart of je vraagt de kaarten niet. Punt. En je gaat niet dan eens even kijken. Ja, huidskleur. En laten we dat doen voor de vorm. Dus dan gaan we voor de vorm wel met de kaarten praten. En dan nemen we toch Frank de Boer. Nee. En zo vind ik ook niet dat je vrouwen moet voortrekken. En dat je moet zeggen, ja, in een sollicitatieprocedure. Dan gaan we eerst vrouwen kijken en dit en dat. En dan moeten, eigenlijk zou het een vrouw moeten worden. Nee, kwaliteit gaat altijd voor. Henry van der Weijden en Ricardo van Wijk. Zij beiden vragen aan mij, Harry, wat vind jij nou eigenlijk van die VAR? Ja, nou, wat ik van de VAR vind, is dat de VAR zich inderdaad, wat jullie ook een beetje zeggen, zich te veel bemoeien met een wedstrijd. Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. De scheidsrechter moet nog altijd, vind ik, met jullie, de beslissende man zijn in een wedstrijd. De scheidsrechter maakt het uit. En ik zou het liefste de VAR zien zoals bij de NFL, het voetbal in Amerika, American Football. Want daar mag de coach 2 keer per wedstrijd, dan mag hij iets in het veld gooien, of hij loopt naar de vierde official en hij zegt, luister eens even goed, ik twijfel aan dit geval. En dat kan zijn een rode kaart, of buitenspel, of noem het allemaal maar op. En dan moeten ze dat even terugkijken, de scheidsrechter kijkt dan terug, en dan kan de scheidsrechter bepalen, mijn beslissing blijft staan, ja of nee. En dat kan dus dan hooguit 4 keer per wedstrijd gebeuren. En nu gebeurt dat veel meer. Want nu zit eigenlijk de scheidsrechter zit in Zeist. Die zit daar VAR te doen. En die zit maar mee te kijken en mee te beslissen. En ho, dit is een overtreding. Of dit is rood. Of dit is dat. En dit is zus en zo. En nee, nee. Laat die scheidsrechter nou gaan. En elke keer als een coach denkt van, ho, wacht even. Dit wil ik teruggezien hebben, dan kan dat. Zo zou dat moeten gaan met de VAR, jongens. Ellen van der Hof, ja, jij hebt aan mij geschreven, hey, wij staan 1 met NAC en dat komt door Maurice Stijn. Yes, schrijft ze erbij. Nou, dat is ook zo, Ellen, en daar heb je gelijk in. Want die Maurice Stijn, en die heb ik al vaak genoemd als zijnde een hele goede trainer. Ellen, geniet van je Maurice Stijn, want ik ga je zeggen, hij gaat niet al te lang bij NAC blijven. Want uiteindelijk gaat er een grotere club komen en die gaat Maurice Stijn uit Breda weghalen. En ik denk dat dat Feyenoord zou moeten zijn. Dus in de toekomst is dat de combinatie. Maurice Stijn en Feyenoord. En dit is gewoon niet eens een vraag, maar dit is gewoon een hele leuke opmerking van André de Brabander. André, dank je wel, want André zegt, het is een rottijd op dit moment. Ja, klopt. En dat is waar, André. En hij schrijft, en door jou blijf ik overeind. Schitterend. Nou, jij. André, dank je wel. En hou vol, hè. Zon Roos, ja, jij wil weten of ik het goed vind dat ze zeggen dat de keeper op de lijn moet blijven staan bij een strafschop. Nee, dat vind ik helemaal niet. Nee, totaal niet. Dat vind ik nou zo'n waardeloze regel. En dat is sinds kort hebben ze dat ingevoerd. En welke mafketel dat bedacht heeft, dat mag Joost weten. Want waarom zou je dat willen? Een penalty is een penalty. En beiden mogen bewegen gewoon. De gozer die de bal moet trappen, die moet toch ook bewegen. Die neemt toch ook een aanloop en die mag toch ook doen en laten verder eigenlijk wat hij wil. En die keeper, die moet werkelijk als een zoutzak, als een pilaar, moet hij daar op die lijn blijven staan. En dan moet hij wachten totdat hij zit. Nou, nee, geef die keeper nou een kans om die bal te pakken, weet je dat. Duiken naar links of naar rechts en desnoods naar voren komen om zijn doel een klein beetje te verkleinen. Waarom niet? Je moet die keeper toch. In principe heeft een keeper
geen kans bij een penalty. Als een penalty goed is genomen, dan zit hij altijd. Dus je moet die keeper ook wel een beetje de mogelijkheid geven om die penalty te houden. Nou, dan moet je hem laten bewegen en niet vastzetten op die lijn. Alex Langwarde. Ja. Jij vroeg aan mij of vraagt aan mij of ik Kudus ook zo'n topper vind. Nou, Alex, daar hoeven we het niet lang over te hebben. Hè? Die Kudus. Jongen. Dat heeft nu iedereen wel door. Dat is natuurlijk een enorm talent. Ja, en vooral wat opvalt, dat is dit. Zijn draaicirkel. Hij heeft de draaicirkel van een heftruck. Hij draait maar weg. We dachten dat Frenkie de Jong ook zo'n met zo'n draaicirkel. Maar die Kudus, die poep, die draait nog korter. En dan is hij weg. En een goede paas. En alles. Inderdaad, die Kudus is een topper. Johan van Wijk. Ja, jij vraagt aan mij. Is zo'n Edgar Davids van toegevoegde waarde daar bij Telstar? Nou, ik zou denken van wel. Johan, nou wat denk jij zeg? Die Edgar Davids die heeft werkelijk heel lang in de top van de wereld van Europa gespeeld. Dus die heeft me daar een schat en ervaring. Ja, daar hebben ze bij Telstar nog nooit van gehoord. Dus die spelers, die kan hij sowieso qua mentaliteit al van alles bijbrengen. Dat je altijd moet vechten en knokken en dat je nooit moet opgeven en noem het maar op. Hoe belangrijk is dat niet? En hij kan ook nog eens een keer die kleine finesse geven. Die spelers weten van hoe je de pas moet afsnijden. Hoe je moet staan. Wat je moet doen in bepaalde situaties. Bij hoekschop of bij de vrije trap of dit of dat. En al die kleine dingetjes waar wij eigenlijk nog niet eens sjoegen van hebben. Dat kan hij ze allemaal vertellen. En die jongens, nou ik weet zeker, die oren die staan te toeteren. En die jongens van Telstar, nou dat ga ik je nu al vertellen. Daar, die zijn dolgelukkig met die Edgar Davids. Peter Müller en Heinz van Londen. Jullie vragen aan mij, die rode kaart voor Alvarez, was die terecht? Natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Maar dat weten jullie ook. En dat weten we allemaal. Nee, want die KNVB, we hebben allemaal gezien dat hij wil die bal wegschieten met zijn voet en komt dan terecht op dat been. Maar hij heeft eerst de bal getrapt. Het is niet zo dat die bal al lang weg is en dat hij dan gewoon heel venijnig nog een keer boem zijn voet op dat been zet. Dat doet Alvarez niet. Hij schopt hem weg en moet dan wel even om in balans te blijven met dat been naar beneden en komt toevallig op dat been terecht. Zo zit het. En dat is geen rood. En wat zegt de KNVB dan? Die zegt, ja, maar wij kunnen niet in het hoofd kijken van een speler of het opzet is ja of nee. Dat kan je wel, KNVB. Dat kan je zeker wel. Als je goed kijkt, en wij zien dat altijd en eeuwig, ook met hensballen en ook met overtredingen, dan weet je gewoon of een speler dat met opzet doet ja of nee. Dat zie je aan de bewegingen. En dan weet je gewoon van, oké, dat is geen rood. Dus dat weet je wel. En daarom is deze overtreding van Alvarez zeker geen rood. En jongens, tot slot nog even een woordje tegen die jongens. En jullie zien het al, het shirtje van de Graafschap. Hier, shirt van Seuntjes. Ja, Ralf. Ja, ik ga jou even het allerbeste wensen, want ja, die zit thuis. Die zit thuis met zo'n enkel. Ja, en die hebben ze bij de Graafschap hard nodig, want er komen nog wedstrijden aan. Tegen Excelsior en tegen NAC. Dus hallo. En die moet hij allemaal waarschijnlijk missen. Dus bij de Graafschap zitten ze allemaal van, alsjeblieft Ralf, word weer zo snel mogelijk beter. En dat ga ik ook zeggen tegen hem. Ralf, beterschap jongen. Ja, en jullie zie ik allemaal weer volgende week. Met weer vragen en opmerkingen bij Harry 7. Dag!